zou niet eens weten hoe op het randje komt. Nee, you can't. Not again. No. Doe je Edgar? Nee. No. Edgar, waar ben je? Ik kan je ook niet zien. Waar ben jij? Ik ben er niet eens zeker of bij jou een type zit. Goed, ik heb 1000 op de zin, weet je. Wat is AK? Altijd 1000, omdat het kan. Omdat het leuk is. Zo, hé, wij beginnen met snipers. Oh, ik zie hun daar staan. Ik zie jou. Wat, bol? Ik zie alleen lucht. Bol, wat is dit? No, not the ball. Dat is niet die laser gun. Nee, wat is dit? Waarom heb ik een moesleutel? Ik ben Henkie, letterlijk. Met mijn moesleutel en mijn outfit. Oh, what the fuck? Wat moeten we doen? We zijn een oude soort... hij zit in een... Ja, dat moet. I don't get it. Huh? Ik moet ruimte maken. Ja, maar wacht, niet op ze schieten nog, niet killen. Nee, I know. Wat is jullie bedoeling? Waarom pakken we niet het vliegtuig? Jullie mogen niet eens met die bulldozer. Jawel, zo! Anders kunnen we er niet door. Ah, oké. Oh, ze moeten er doorheen. En dan kijk Roy, daar liggen objecten die wij pakken. Oh mijn god, wat zijn dat? Die objecten daar, die soort autootjes. Oh ja, dat is om de bulldozer te stoppen waarschijnlijk. Dus dat ze moeten uitstappen. Oh, daar gaat Edo. Ja, maar daar dit gaat Edo. Daar gaat Edo. Ik wil hem uit de lucht schieten. I don't get it. Ik snap het punt er niet van. Je kan hem nooit beritsen. Je kan hem niet meer. Hoe zit dat juist in 5, Edo? Je bent in het water gevallen. Nee, ik ben nu dood. Oh, zo, dat duurde al lang. Waar ben jij, Jamas? Ik zit vast. Edo heeft die bal ingedumpt en mij geblokkeerd. Blijf lekker op de bal schieten. Nee, als wij springen, dan vallen we dood. Oh nee, niet. Oh. Ik viel er bijna. Viel je bijna? Ja. Shit. Maar oh, wat? Ja! Wat is zo'n map? Zag je wat daar gebeurde? Daar moeten we dus oppassen. Woehoe! Oh, maar daar hebben wij de tijd om ze te snipen. Stel, Jan Bas gaat nu in het water, wij vallen allebei. Ja, nee, je mag ons niet sniperen. Je mag alleen de attributen in de lucht sniperen. Wat ben je nog niet dood, Jan Bas? Ach ja, maar dat lukt ook wel. Ik was ook aan het vallen. Nice! Nou, oké. Geen idee wat jullie moesten doen ofzo, maar we komen er waarschijnlijk wel achter. Ja. Het zag er echt heel durp uit. Je zag jullie met een fucking bulldozer tegen bowlingballen. Ik snapte er echt geen reet van. Naar beneden. Ja, ik snapte echt niet wat jullie aan het doen waren, maar het zal ongetwijfeld heel vaag geweest zijn ofzo. Ja. Max, kom bij mij in de bak zitten, ja? Misschien is dat het. Dat je moet afzetten met die bak. Ik denk het niet. Met die bak. Rust. Maar Max, kom in die bak liggen dan. Oh boy, dat is fout. Nee, het komt helemaal goed, jongen. Het komt helemaal goed. Ik ga de snoepjes opnemen. Voor mijn les missen. Jij weer met je snoepjes, jongen. Het is de laatste. Met je moogsnoep. Hey, maar wij vliegen ook heel mooi in de lucht. Je mag ons niet gewoon sniperen ofzo, hè? Jullie moeten wel gewoon die attributen opmaken. Mooi. Gaan wij nou doodvallen? Nee. Oei. Nou, Max wel. Waarom maakte jij de controle niet? Oh god. Jump! Slow! Oké, ik pak die handback. Oh, Roy! Holy fuck! Zeg! Wat doe jij? Ik weet het niet. Ja, echt wel! Nee! Ja, kijk Max! Go! Uit de blok, Roy! Afstand! Ah, fuck it! If we die, we die together! Ja, maar dan ga ik dood, jij niet! Nee, go! It's 5 boy! Let's go! Stop nou, Edo! Let's go! Ja, echt wel! Echt niet, niet lieg jij. Oh ja! Ja. Oké, hier moeten we oppassen. Je naar beneden. Ja, maar je moet over dat randje heen lopen. Ik moet zien Ik zou niet eens weten hoe op het randje komt. Nee, you can't. Not again. No. Doe je Edgar? Nee. Wees niet zo. Please. I beg you. Roy, please. Hij hangt er ook echt aan mee. Oké. Gast, wat de fuck doe jij, Edo? Waarom schiet je mij kapot? Wat doe jij? Edo, waarom schiet je mij? Waarom word ik beschoten? Wat is dit voor fucking bullshit? 5 seconden regel. Ja, ook niet. We staan toch niet stil, we waren gewoon aan het rijden. Oké. Edo. Ja, die dingen vallen gewoon automatisch naar beneden. Ja, maar er ligt dus zo'n ding op. Ja, dat is echt een poepmap. Roy, I'm scared. I'm scared. Nee! Oh, nu wil ik hem uit de lucht schuiven. Ik moet hier overheen, alleen... Hé, maar Jan Bas, jij krijgt hem zo terug. En gewoon in één keer een headshot ook gewoon. Ik ga je niet sparen. Wat is mijn purpose hier? Als ik je niet had gezegd dat je moest stoppen, had je me gewoon doodgeschoten. Nee, ik was al de hele tijd gewoon langs jou te schieten. Ineens knippen jij terug op mijn scherm. Hey, maar is goed, is goed. Want, nee, oké, daar ken ik je niet. Dan geloof ik je op je woord voor deze keer. Deze keer is mijn vertaal, zeg maar. Wacht, wait. Ik wil je spectaten. Als ik je spectate power geef... Dit wordt een fatale klim, denk ik. Ja. Edo, blijf op dat vliegtuig schieten, want dan beweegt hij en dan valt hij erin. Kijk. Nee, wat is dit? Wat ziek. What the fuck is dit voor shit? Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik vind hem echt fucking leuk. Oh, Roy, zal ik mijn perspectief opslaan? Ja, doe maar. Maar nu deze death run, zeg maar, nu niet een beetje duidelijk is wat je moet doen. Dus dat je over dat randje moet lopen, dat die vliegtuigen naar beneden kelderen. Dan wordt die best wel heel erg leuk, deze death run. Maar het was een beetje vaag. Maar ja, maar ik snap niet eens. Die vliegtuigen gingen gewoon automatisch naar beneden. Ik schoot niet, Jan Bas schoot niet, maar ze vielen wel. Man, ja, dat is echt heel raar. I don't know, het was best wel leuk. Ik vond het best wel geinig. Alleen minder maar ik snap gewoon niet in GTA hoe je het karakter beweegt. Dat ik loop rechtdoor en soms gaat hij ineens bochten maken of weet ik veel. Ja, dat klopt. Dat is GTA. Oké, let's go. Ik ga dat nooit lukken. Ik ga niet eens langs de eerste deel komen. Even een ding, als we bij het eindding komen, mogen we gewoon niet meer schieten. Dat is hetzelfde. Nee, inderdaad. Dat zijn we door. Oh, ik ben nog first person. Poing. Oké, waar zijn die drie? Ja, ik ga al bijna dood. Death Run is ook echt gewoon fucking lang, Max. Moet je kijken. Holy shit. Boy, deze is echt gewoon cool. Look at dit. Viel die op iemand? Oh, perfect. Nee. Hier, flare. Woe, catch shit. Zieke explosie. Nice. Doe je dat ding omlaag en omhoog? Nou, met control shit. Oh, ik ben echt zo tempting om jullie kapot te schieten, maar ik doe het niet. Zijn. Kan ik jou kapot schieten? Nee. Ja, Jan Bas, die kunnen we toch niet langs? Ja, dat deed jij toen straks ook. Ja, maar toen pas. Toen of straks? Niet meer. Nou, boys. Yo. Hey, kijk, dat je mijn taal belachelijk maakt, oké, maar Brabants, daar blijf je vanaf. Okay. Ja, hoe wil ik ooit op die rand komen? Waar kan jij nou? Ja, go. Huh? Ja, dat ding in de gaten, ik zie het wel. Ja, ik ben zo... Ja, kijk dan! Ik kan niet eens op die rand komen. Ja! Jan Bas, first person. Ik wil Edo mid-air killen. Dan kan je er makkelijk op. Tip of the day. Had je niet lukken? First person. Zie je? Ja, maar... ik kan hier toch niet meer langs. Jawel, je kan toch over... Jawel, doe maar gewoon. Wij schieten voor je weg. Oh, recht. Ja, dat zei ik net. Ja! Yes! Dat was het plan! Je snapte het, Max. Jij snapte het plan. Heerlijk. Oh, maar goed, maar dat vliegtuig viel inderdaad automatisch naar beneden zodra die persoon daar liep. Dus Max, ik denk dat we daar gewoon in één recht stuk gewoon de hashtag voor Narnia moeten doen, oké? En skip die hele bulldozer, oké? Dus ga gewoon echt, als je op die paal bent of op dat ding, gewoon de hele tijd rennen. Gewoon in één recht stuk in first person. Let's go. En dan gewoon niet sturen. Technisch gezien wel Death Run. Ja, daarom. Death Run is een Death Run, you know? Dus we gaan gewoon niet stoppen met rennen. En dan maar hopelijk gewoon niet te vanaf vallen. Dus dat we niet te ver naar rechts of te links lopen of zo. Waardoor je naar beneden valt. Maar hopelijk... Zou je dat vliegtuig kunnen pakken? Nee, hij valt nu al. Echt? Ja, dan hebben we mazzel. Nou, dus je hem inderdaad al pakken en dan naar ze toe vliegen. Ja, ik ga alles gewoon van schieten over heel de map. Oké, Roy, dit is voorzichtig. Nee, nog niet. There I go. Nou, zo, hun komen toch niet verder als het eerste deel. Dat weet je niet. Oh boy, ik land erop. Nee, maar ding staat op de punt om te ontploffen, Roy. Ik kan er nog niet overheen. Ik wacht even tot hij geëxplodeerd is. Ik schiet hem maar even kapot, komt-ie. Ah, kut, Max, weer niet de bulldozer. Ja? Ja. Kijk, dit staat mij wel. Ik kom niet verder, hier pas je niet tussendoor. Oké, wacht, I'm coming. Misschien is het een beuk of zo. Oh wat, ik kom er gewoon langs. Ik heb hem aan de kant gebeukt. Zo, ik haal die bowlingballen. Max! Pas op, nee! Max! Stop! Stop! Max, stop. Please, stop. Max, please. Ga er langs. Max, make the sacrifice. Roy, ga dan. Max! Nee, eerst het vliegtuig. Kijk achteruit. Boom! Shakalaka! Ja, dat deden wij net ook, het kan. Het is alleen gewoon kut, want dan kom je al helemaal nooit verder natuurlijk. Maar wij deden het net ook, dus ik geef je groot gelijk. Max, doe het. Eén stuk rechtdoor rennen. Oké. Okay. Blijf goed sturen. Laat maar. Laat niet vliegtuig schieten. Okay. Ik ben wel benieuwd verder. Oh, hij valt al. Automatisch. Oh boy. Oeh. Okay, please, just val. Oké, thank God. Oh, gelukkig. Ja, maar ik moet nu een jump maken vanaf hier naar daar. Je kunt het. Oké. Wat was dat? Een zielige jump. Holy fucking shit. Oh, God. Dit is echt de moeilijkste death run ooit. Echt by fucking far. Hoe is deze überhaupt mogelijk? Echt waar. Moet je je eigen map niet een keer halen om hem te kunnen posten? Ja, ik snap het ook niet hoe je dit wilt doen. Dat jumpje was echt shit. Laten we sowieso in ieder geval... Ja, ik weet niet. Die vliegtuigen kapot schieten als ze ertussen hangen is namelijk wel grappig. En daardoor kan je ze wel killen. Maar aan de andere kant... Ja, laten we gewoon afspreken dat je in één stuk door gewoon moet rennen. Als je eenmaal op die buis staat, oké? Ja. Dus laten we dat in ieder geval gewoon afspreken. Gooi, kom die buis niet eens op. Nee. Ik snap dat toch allemaal niet. Ja, het is ook wel echt shit. Dat moet ik wel Geef mij maar Rainbow Six Siege. Normaal is een deadrun best wel gewoon makkelijk om te rennen. Gewoon hoef je niet zoveel skill voor te hebben. Weet je, over dingetjes heen klimmen, tussen kleine muurtjes door en zo. Maar dit is wel heel overdreven. Zo'n klein balkje. En je moet er maar overheen kunnen. Het is echt... Ja, die andere deadrun met Donkey Kong. Ja, die was leuk. Ja. Dat vorige video. Ik heb slecht nieuws. Wat is jouw slechte nieuws? Mijn snoepjes zijn op. Nou, dat is goed nieuws. Zijn preps, jouw snoepjes waren echt shit. Nou, Max, je moet alleen doen. Wat is er gebeurd? Ja, ik pakte een snipe, dacht ik veel poepje. En toen, kapot. Oh mijn god. Ja, ik ga de container even bewonderen hoe die eruit ziet hier beneden. Dat lijkt me wel mooi. Even kijken van, hoe ziet die container nou eigenlijk uit, weet je? Ben je de serieus afgevallen? Ja, zeker. Nou, de container ziet er goed uit, Max. Wat er gebeurde. Ik durf te wedden. Waarom valt alles nu al neer? Ja, ik pakte een sniper en toen liep ik te ver en toen was ik kapot. Maar... Dat is precies wat Jan Bas bedoelde met dat lopen. Ja, schiet je nou dan lopen, ik snap het echt. Je raakt me gewoon bijna. Oh, echt? Ja. Nou, Max, even kapot. Zo! Oh, die shit. Zijn ze stuk? Nee. Shit. Ja. Nou, daar gaat nummer 1. In één stuk echt doorrennen. Go! En niet... Never look back! Wat? Jump is echt mega weg! Ja! Waar is Ido? Nou, welkom bij de... Ido was kapot. Welkom bij de Impossible Death Run. Het was echt superleuk. Vooral die wapens op het einde, die kon je echt goed gebruiken om de snipers uiteindelijk te killen. Je kreeg een vliegtuig volgens mij op het einde. Maar goede dingen. Dus leuk potje jongens. Ja, die hebben echt met skill gewonnen eigenlijk. Dus nee, zeker was leuk. Nee, hoe kom je daarbij gast? Ik bedoel, wel een beetje eerlijk.